In deze editie van onze 158 jaar Kitty Kotti-serie praten we met Aisha Dasu, bachelor afgestudeerde van de studierichting Geschiedenis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ze heeft onderzoek gedaan naar de leefomstandigheden van de tot slaafgemaakten in de 18e en 19e eeuw. Dasu, die altijd al belangstelling had voor het onderwerp slavernij, heeft in haar onderzoek gekeken naar de economische situatie van de planters en de weerslag die dat had op de tot slaafgemaakten. Daarnaast heeft ze ook gekeken hoe tot slaafgemaakten hebben geprobeerd om in hun eigen behoeften te voorzien. Verder heeft Dasu ook een vergelijking gemaakt tussen de bevolking in de 18e en de 19e eeuw. Ik heb gekeken naar verschillende aspecten. Ten eerste is het me opgevallen dat de belasting voor de manumissie, dus voor de brief van manumissie, werd verhoogd in de 19e eeuw. In de 18e eeuw was het voor mannen ouder dan 14 jaar 100 gulden en voor vrouwen en kinderen 50 gulden. In de 19e eeuw werd het verhoogd voor mannen en vrouwen 500 gulden sorry, en voor kinderen 250. De tweede aspect is dat de zwangere vrouwen beter werden behandeld in de 19e eeuw, omdat zij toen gezien werden als producenten van tot slaafgemaakten. Ten derde was de samenstelling van het voedselpakket meer in de 19e eeuw. Er kwam een verandering eraan in de 19e eeuw. En ook kwam er een verandering aan de kleding. Ze kregen wat meer kleding dan in de 18e eeuw. Er was ook een verschil in de leeftijdsgrens van de kinderarbeid. Namelijk in de 18e eeuw werd de leeftijdsgrens voor de kinderarbeid gesteld op 15 jaar. En in de 19e eeuw werd het gesteld op 21 jaar. Dasu zegt dat de tot slaafgemaakten voeding en kleding kregen van de slavenmeesters. Daarnaast werd hun de gelegenheid geboden om hun eigen boontjes te doppen. Als we kijken naar de economische situatie van de tot slaafgemaakten, dan zie ik dat ze wel voedsel en kleding kregen in de 18e eeuw, maar die was heel vaak ontoereikend. Zij hadden dan de mogelijkheid om zelf hun akkertjes aan te leggen met toestemming van de eigenaar. En zo planten ze hun eigen landbouwproducten. Ze gingen ook eenden, kippen kweken voor de handel. Er werd ook gevist en de vrouwen, tot slaafgemaakte vrouwen, kregen ook de kans, dus toestemming van de eigenaar om in de prostitutie te gaan, om te gaan prostitueren. Zodoende was het voor de eigenaar wat lichter, om voor hun tot slaafgemaakte vrouwen te zorgen. Ten aanzien van de slavenbevolking in de 18e en 19e eeuw, zegt Dasu dat in de 18e eeuw de blanken in de meerderheid waren. De tot slaafgemaakten hebben constant een hoog sterftecijfer gekend, omdat de zorg van voornamelijk pasgeborenen te wensen overliet. In de 19e eeuw was er een lichte stijging te merken van de slavenbevolking. Echter nam dat snel weer af vanwege een sterfteoverschot. Dasu zegt dat aan de hand van haar onderzoek geconcludeerd kan worden dat tot slaafgemaakten op weg naar de afschaffing van de slavernij iets beter behandeld werden door de slavenmeesters.